Hallo mensen van Weeraans, ik ben Etienne en vandaag ga ik met Koen Phasmophobia doen. Deze video gaan we in een prison spelen en het is best een coole game geworden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké. Cool. Eigenlijk voel ik hem niet echt zo bij Spearpool. Zo is het deze man. Ik moet je hoofddingers op. Ja. Wat zou ik als derde item meenemen? Oké. Zeg maar een grote map heeft het. Ja, doe maar, je maar. Oh, de tweede is lastig, man. Donuts. Nee, die valt wel mee. Die is niet heel moeilijk, die doe ik wel. Oké. Ik ga wel naar de generator. Yo. Oké, ga jij boven kijken? Oké. Visits. Deze. Oh, ze zit aan de andere kant. Oké. Fijn. Ik hou gewoon dit ding vast. Ik zou wel echt kapot schrikken als ik ineens de IMF 5 krijg. Random. Het is wel chill, maar het is wel eng. Yo, de generator is aan. Ik heb hier... Oh, nee, maar. Chill. Dus eigenlijk als het onder de 3 is, dan is het de Ghost Room. Weet het, alle filmpjes gekeken. Ja, klopt. Het is vrij moeilijk om erachter te komen in het begin. Maar, een kwestie van tijd. Binnenkort is het wel gewoon warmer. Het zou wel grappig zijn als je ineens van jou bent hier. Hoe ghosted bent, zo wel. Waarom zijn al deze levels in de nacht? Waarom kunnen niet hier gewoon in de middag gewoon lekker naar de gevangenis of zo? Ja. Denk voor het horror aspect. Dat is wel leuk. Ik heb hier 6 oude een deur open gaan. Wil jij een deur open? Tralie? Ja, ik deed net een tralie ding open, ja. En ik zit nu boven in celblok A. Ja, boven is het 7,8 Celsius. Ik ga even kijken aan deze kant. Meestal zit de ghost hem gewoon hier. Dat is echt... Dat heb ik echt heel vaak. 5 graden. 8,9. Hier is het 14. Oké, het is in ieder geval niet boven in de celblokken. In ieder geval niet in A. Dus dan weten we dat. Ik heb hier 4 graden. Dit is een gekke. Ja, 4 zou misschien kunnen. Want ik heb nu de hele tijd 9, 10 en zo. 11. Dus ik denk dat dat een beetje de normale temperatuur is van nu. Ja, kom maar even naar B toe. 3,9 graden, dat is wel erg. Ja, dat is wel koud. Waar ben jij dan? Boven, bij de office, zeg maar. Ah, oké. Ja, ik ga nu naar B toe. Ik kom op. Ik ben hier trouwens niet eens heel vaak geweest. Het is letterlijk de tweede keer dat ik hier ooit ben. Ja, ik was buiten van zeg maar dat kleine tussenstukje, dus dat was ik zo. Linkerkant van het gebouw. Ik heb nu net wel een tralies ding opengemaakt. Ik denk dat het is echt aan de linkerkant van het gebouw. En ik denk daarboven, want daar is echt een rare temperatuur. Ja, ik denk dat het daar dan ook zit. Ik kan nog even B checken voor de zekerheid. Ja, ik zit nu al boven in B, dus dat hoef je niet te checken. Ik kan gewoon boven nog even nog een keer controleren. Misschien kun je het even met Spearbox nog een keer checken. Wat zei ik nou? Yo. Kind, hier zit helemaal niks. Tenzij dat je beneden iets hebt gevonden, maar het is het gewoon 40 graden. Nee, kom mee. Als het een demon is, dan krijgen we letterlijk zometeen al een hunt, hè? Maakt helemaal niks uit. Oké. Jij hebt een temperatuur dingetje bij, toch? Yep. Kijk hier. Oekie. Hoor je dat? Hier is het gewoon warm. Nee, kom, het is boven. Hoorde je cel erop gaan? Boven? Nee. En is nu ineens gewoon kei op. Ja, het is hier. Duidelijk. Ja, ik ga nieuwe stuff pakken. Het is niet het kantoor, want daar is 20 graden, maar het is echt... Het is letterlijk die kamer als je daar net naar binnen loopt, waar ik mijn spullen heb gedropt. Daar is het. Ghost activity is 0 de afgelopen minuut. Onze sanity is 43, dus je kan elk moment een hunt krijgen. Oh, het is A3. Maar je bent veilig nu. Het is niet 63%. Ja. Ik krijg dus nog een hunt, omdat het een team in is. Dan ga ik echt stuk. Yo. Ja, deze kamer is wel goed. Contraband. Controlled substance. Contraband. De confinit persons. Prohabitet. Klinkt saai. Inderdaad. Ja, jij hebt Frans, dus jij kan het vloeiend spreken natuurlijk. Oh, dingen. Deur. Wordt ook een deur. Nee, maar er komt een update dat de batterijen in je lijstlijst moeten vervangen. Oh, dat zou echt heel kut zijn.
Op zich, als je gewoon unlimited batteries hebt, maar je moet echt in de bus om ze te vervangen, anders valt die gewoon uit. Dat zou wel een goede zijn, denk ik. Is het letterlijk dit? Ja, laat maar eens proberen. Are you here? Oh ja. Oké, okay, nou, het boekje ligt er in ieder geval. We hebben een spearbox. Where are you? Where are you? Where are you? Ja, dat is vrij duidelijk daar. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Oké. Okay. Crafty dus EMF checken. Niet het kamertje, maar echt de gang inderdaad. Hier zo. Oké, okay, ja, nog meer stuff hebben we denk ik nodig. Nogal een koffie. Hij heeft die deur... Oh nee. What the fuck? Oké. Okay. Dit gaat nogal lastig gebeuren, hè. Kunnen we nog doen. Boom! Oké. Okay. Haha, is goed. Niet echt. Het was al een goede tent. Gaan ik eens een luider was, dan schrok ik wel. Boom! Ja, dan had ik waarschijnlijk geschrokken. Dat kan al uit. Oké. Okay. Hello fingerprints. Oh cool. Het zou kunnen dat dat deze camera is en dat hij gewoon af en toe... Ja, okay, we hebben in ieder geval die EMF gehaald. Wat is slimmer, deze camera hier in zetten of in die andere camera laten doen? Ik doe het wel in die andere. Deze lamp. Ja, dit is echt vrij kut. Are you here? Are you close? Are you here? Are you friendly? Uh-oh. Oké, okay, duidelijk. Hij zit in die andere kamer. En hij haat ons ofzo. Hij loopt er gewoon waarschijnlijk gewoon rond. Dus misschien een mer. Fucking wanderer. Ja, ik heb gehoord dat mers vooral veel rond. Ik weet niet wat sneller is. Ik denk deze kant, maar. Deze kant wel leuker, die andere is zo kut. Ja, inderdaad. En het voelt alsof je omloopt. Misschien is dat ook omdat het zo is. Hij is wel actief. Ik weet hij een boekje geschreven. Misschien is hij gewoon stom. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, het is 15. De lamp staat aan. Ah, die heb ik zeker niet aangedaan. Schrijf kut, though. Die koffie. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Lamp uitzetten, hallo. Ja, we kunnen misschien ook nog wat andere shit doen. Jij hebt sowieso smutsticks nodig, oké? Want als er een hunt komt, dan dat. Moeite, meerdere. Ik ga via die andere deur. Oké. Okay. Vrij duidelijk. Was jij sneller? Zeg, stond ik er al? Ja, oké. Okay. En nu is die lamp weer aan, nog steeds. Ja, hij is nog steeds aan, ja. Ik dacht dat ik een giggle hoorde net, maar dat weet ik niet zeker. En zo. Ja. Hé, hey, waar is zo'n ding? Nou, hij pakt wel even zo'n glow sticky. Zo. Oké. Okay. Ik denk dat er misschien ook zo meteen een hunt gaat komen. Misschien, weet ik niet. Tenminste, een challenge doen eindelijk. Ja, dat is waar. Alleen, ik weet niet precies, is dit is volgens mij doodlopend als we hierheen gaan. We hebben letterlijk alleen spearbox. En we weten dat het geen freezing is. EMF is er dan misschien. Ghost Riding is het dan sowieso niet. Fingerprints is denk ik ook niet. Dus dan houden Ghost Orbs over en EMF. Je camera's halen. Ja, ik heb er daar ook eentje neergezet voor dat... Voor het geval dat toch wel deze camera is. Ja, ja, laten we Ghost Orbs gaan checken, man. Er zitten volgens mij ook vrij weinig kasten in deze map, dus dat maakt het wel kut. Uiteindelijk kunnen ze je dus... Oh, een hun? Nee. Wacht, was jij dat echt? Yeah. Oh mijn god, ik schrok me echt de tering, hoor. Oh, oh jongens, we hebben de EMF Reader gehaald. Ghost Orbs, Ghost Orbs. Het chill. Een gin? Ja, dat is vrij duidelijk Ghost Orbs, hè. Hey, kijk. Hij zit met dat lampje te kutten. Oh, cool. Okay. Dan is het dus fingerprints met poltergeist of het is Jin met EMF. En we weten eigenlijk soort van onzeker dat EMF is. Weet je dat wel? Omdat we hebben zoveel deuren bekeken met die UV. Ik denk dat het dan wel moet. Jin. Oké, okay, ik weet dan wat de thumbnail is voor deze video. Oké, okay, wacht, wat is de bedoeling? Een hunt, toch? En een ghost event. Hunt en ghost event. Het ziet er ook allemaal zo derp uit. Ik weet niet waarom. De characters van Vespophone zijn allemaal zo derpy. Ze kijken gewoon zo straight. Omdat er gewoon geen gezichtsuitdrukking is. Ja, precies. Dat maakt het zo grappig. Hoeveel cent hadden we eigenlijk? 40 allebei. Oh, cool. Maar jij moet zo smutsen, hè? Oh, mijn god. Als het een gin is, hè? Ik ga echt...
dood van binnen. Waar ga jij heen? Oké, ik die een IMF nadoet. Zou dit kunnen? We gaan testen, man. Maar ze spant toch daar gewoon. Saaie hunt, oké. Okay. Ik dacht actie eindelijk. Gebeurt Wellu? Ik dacht ojo, het is gewoon stom. Yo, event, ik heb een foto gemaakt. Dus dikzak, dikzak. Adem zijn in mijn oor. Ja, we moeten alleen nog een hunt smutsen. Ja, dan bollen. Wacht, wij moeten toch gewoon nog een hunt doen? Ja, we moeten toch smutsen, waarom ga ik naar buiten? Ja, precies. Hij volgt jou gewoon. Ja, ik weet nog niet of het een djinn was, maar waarschijnlijk wel. Ik hoorde haar wel snel lopen. Of hem, het is inderdaad een hem. Djinn is zo vrouwelijk eigenlijk. Ja, klopt. Djinn is ook gewoon echt een vrouwennaam letterlijk. Goed stappen hier. Hè? Ja, ze liep zeg maar hier van deze kamer naar jou toe. Hey, Donald Thompson. Ja, die crucifixen zijn kut. Die achterste heeft iets gedaan, deze. Maar hoezo kwam er dat net als nog een hut? Ik vreemd. Die andere is er niet eens op. Like, oké. Okay? Die MF checken misschien. Ja, beter nog zeker of het... Ja, ik kan misschien nog even fingerprints voor de alle zekerheid doen. Dat is vrij zekerend. Ja, dat ik heb twee dingen die ik altijd vast moet houden. Met een smutje. Ja, fuck dan. Het is gewoon, niet in me. Tenzij dat het random freezing is, oké. Okay. Kom, dan gaan we bij deze deur staan en dan smitchen, oké? Okay? Ja. Ja, één van ons gaat dood. Dus maar niet zo hard. Ik ga naar boven. Yo, leef je nog? Ja, man. Woe. Hoe hebben we dit overleefd, ooit? Ik dacht echt dat ik er dood zou gaan. Ja, ik denk, weet je, ik ga gewoon lekker met je mee. Ik heb volgens mij alle dingen gemist, maar daar praten we nu. Ben je al buiten? Nee, ik loop boven nog steeds. Ik ga nu de trap op. Oh. Ja, ik ben bijna buiten. Yo. Wat doe jij? Ja, het zijn wel mooie foto's. Ik heb hem wel twee keer gefotografeerd, maar ik had sowieso de eerste keer met die event alsof... Wacht, oh, hebben we een botje al? Gewoon heel veel naar binnen, want ik wil de team average. If ik wil... Oh, hij is nul. Oké, laat maar. Het is vrijwel nul. Wacht, heb je het dingetje ingevuld? Yep. Oh, zit ze kapot, guys, man. Gaan? Ja, denk het. Maar... Oké. Okay. Niet dat we iets beters nice, nog kunnen nice, doen. Nice. Yes, oké, okay, het was inderdaad een zin. Oké, okay, top. Yes. Ik vind het wel jammer dat we bond hier niet hebben. Oké. Okay. Yo, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Subscribe als je meer van dit soort video's wil zien. Dan wens ik jullie een hele fijne dag. Tot ziens!